daarom klinkt je stem zo hoog. Als je helium inademt. Daarvoor moet je eerst snappen dat de lucht die we normaal inademen een gewicht heeft. Wat doe je? Ja, gewicht even. Ja, maar die lucht die weegt maar zo'n 1,3 gram per liter. Oh. En helium weegt nog zo'n 7 keer minder. Oh, daarom gaan die dingen omhoog. Ja. Oh. Maar dan nu die stem. Als je praat, laten je stembanden de lucht trillen, waardoor geluid ontstaat. En omdat helium lichter is dan lucht, reizen geluidsgolven er sneller doorheen. Je kunt het vergelijken met een trombone. Als de buis korter wordt, kan de lucht sneller door de trombone en wordt de toon hoger. Terwijl het geluid van het mondstuk, of je stembanden, hetzelfde blijft. De stem verandert dus niet. Maar het soort gas in je keel wel, waardoor je stem hoger gaat klinken. Nee, yes, mijn stem verandert niet meer terug.